kwam laatst een jonge vrouw tegen in het park met werkelijk subliem rood haar, dat ik dacht, zal ik haar aanspreken en zeggen, mevrouw, het is ongelooflijk, ik ben diep onder de indruk, maar ja, tegenwoordig ben je dan meteen een verdachte figuur. Verlos hem, kunt u mij horen? Bij Kuifje, kijk, Kuifje is geen personage. Kuifje is een neutrale, handelende figuur die eigenlijk de personages zijn eigenaardig. En Kuifje is natuurlijk nondescript. Kuifje, ik heb pas een stuk over Kuifje geschreven. En Kuifje, ja, dat is eigenlijk een neutrale padvinder. Hè, de beste padvinder ter wereld. Maar wat bedoel je met neutraal? Dat hij geen specifieke eigenschappen heeft. Hij heeft, laten we zeggen, het incasseringsvermogen van de Heer Jezus. Hij is nooit boos. Hij is nooit terneergeslagen. Ook als hij vastgebonden is. En dan heeft hij Bobby? Dan heeft hij altijd Bobby natuurlijk. Want dat moet ik aan bij kapitein Rob heeft Skip. Die speelt ook een belangrijke rol. Want je begrijpt, als hij door de boeven helemaal gekneveld is, dan komt Skip om de hoek, want ze hebben niet aan Skip gedacht en die bijt de touwtjes door en dat is natuurlijk bij Bobby. Bobby heeft Kuifje wel 20 keer gered of zo, dat is wel duidelijk. Bovendien heeft Bobby ook altijd eigen commentaar. En Bobby is dol op whisky, zoals je weet. Overal waar een glaasje is omgevallen. Dat was ook zo'n een van die avonturen waar er zo'n hele tankwagon met whisky die lekt en dan ligt Bobby daaronder. Om de whisky op te drinken. Dat is. Ja, dus, en heb je die professor Bobby is dan een ook dapper, maar zonder hondje. Zo ja. Zou je het zeggen. Ja. Zeggen. Ja. Maar ja, god, dus hij heeft natuurlijk geleidelijk aan. Accumuleert die allerlei figuren. Je ziet die ook hoe die opkomen duiken. In een van de verhalen. En dat dan iedereen begrijpt hoe lollig dat eigenlijk is. Kapitein Haddock natuurlijk. Ja. Een voormalige alcoholist. Die uiteindelijk een enorme schat vindt. En dan kan hij dat kasteel Molensloot kan hij kopen. Het is ook vaak fantastisch getekend. Zorgvuldig getekend, dat is wel. En ben je ook wel eens benieuwd hoe ze het verhaal bedacht hebben, de verhaallijn? Ja, ook wel, ja. Ik heb geen idee hoe dat precies tot stand komt. Want als je bijvoorbeeld kijkt hoe de Beatle-liedjes tot stand, ja, dat komt mij nu, flipt dat in mijn hoofd, dan is dat van verbijsterende toevalligheid eigenlijk. Ze slaan een toontje aan, oh, wat leuk, en dan doet die ander ook weer. En langzaam slipt dat bij elkaar en tenslotte is het een briljant versje geworden. Dat is echt ongelooflijk. Ja, Gijs Groenteman heeft mij een boek cadeau gedaan over hoe de Beatle-liederen tot stand zijn gekomen. Mensen vroegen nog naar de titel daarvan. Ja, dat zou ik natuurlijk onmiddellijk moeten weten, maar het is een briljant boek. Ja, ze hebben hem toen een bericht gestuurd van welk boek heb je aan Maarten gegeven. En hij heeft het volgens mij wel beantwoord ergens op Twitter of zo. Ik kan het iedereen die in deze materie geïnteresseerd is, kan ik het warm aanbevelen. Nu krijg je natuurlijk weer dat mensen dat gaan vragen, dus kunnen we dat misschien ergens bij de beschrijving zetten? Ja, ik zou dat uit mijn hoofd moeten weten, maar ik ben vergeten hoe het heet. Waar moet je op zoeken, denk je, om het te vinden? Ik weet wel dat ik ging daarin zitten lezen. Ja, je bladert je natuurlijk een beetje, denk je van god, ja, natuurlijk gaat dat zo. Ja. Je ideeën zijn vaak van een vrij toevallige en rommelige structuur. En pas als je er iets mee gaat doen, krijgt het structuur. Nou, dat wordt allemaal geweldig onthuld in dat. En je hebt het over deuntjes. Dat doet me denken aan dit bericht van Tim Spreeuwes. Ik hoorde altijd zo gelukkig van het introdeuntje van de podcast. Oh, dat zou ik helemaal niet eens kunnen zingen. Hoe gaat dat introdeuntje? Ja, dat is een beetje muzakmuziek. Ja, toevallig een keer uitgezocht. En dat zit aan het begin en het eind. Ja. Maar hij heeft het op zijn piano was hij bezig. En toen heeft hij dat liedje nagespeeld. Ja, ik denk dat hij het liedje leuk is gaan vinden. Omdat die podcast zo leuk is natuurlijk. Dit is toch een beetje dat zou kunnen. De Soprano's. Weet je wel, Soprano's. Dit is Tim op zijn piano. Ja, als ik het zo hoor, klinkt het klunzig, maar aandoenlijk leuk. Nou, misschien kunnen we dit ervoor zetten. Ja, dat we dit ik erin vond bij de Sopranos altijd het liedje, hè, want je weet dat ze rijden ze naar New Jersey toe vanuit Manhattan, geloof ik. Dan speelt dat liedje. Dat vond ik altijd het hoogtepunt van de Sopranos.
Ik heb ook maar één seizoen bekeken hoor. Ja. Ik geloof het verder wel. Maar ja, dus ik ook zou ik ouders bij deze willen toespreken. Verbied niet het lezen van strips. Want heel veel strips zijn bijzonder aardig, goed getekend. Hele leuke verhalen. Nou ja, denk aan Kuifje, Mannen op de Maan. Hè? Ja. Dus eerst vliegen ze naar de maan en dan Mannen op de Maan. Twee fantastisch getekende albums eigenlijk. Het is vooral, zeg maar, na halverwege de jaren 40 is het fantastisch verzorgd en goed getekend. Ja, mooi. Ja, dan zijn er natuurlijk nog de vragen van wat hebben mensen nog eventjes ingestuurd van literatuur? Want daar is wel veel op gereageerd. We zullen eens even kijken wat we hebben. Beste Maarten, hebben jullie geen postadres? Ik wil een pakketje opsturen aan Maarten met postzegels. Ik hoor van u. Groet Bianca Vermeulen. Ja, we hebben een postadres, maar dat zou dan of jouw postadres moeten zijn of mijn postadres. Ja, mijn huis wordt verbouwd. Wij bevinden ons hier nu ook op een locatie in het westen van Utrecht. Waar wij een appartement hebben gehuurd, omdat het thuis zo'n ongelofelijke verbouwingspuinhoop is. Waar ik overigens interessant over kan rapporteren, want wij kijken uit op het Amsterdam-Rijnkanaal. En ik kan je één ding zeggen, dat na enkele 3 weken uitkijken op het Amsterdam-Rijnkanaal, kan ik je verzekeren dat het met de fossiele brandstoffen nog lang niet is afgelopen. Nee. Ik schat dat 30% van het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal betreft fossiele brandstoffen. Zozeer dat je hebt nog geen pap gezegd of er komt weer een enorm schip met kolen voorbij. Ja, ja. Gewoon zwarte, ouderwetse kolen. Waar je van je afvraagt, waar komen die vandaan? Waar gaan die in godsnaam heen? Ja. Gigantische hoeveelheden kolen. Ja, precies. Dus, maar, en die schepen, die gaan ook nog gewoon op de fossiele brandstoffen, toch? Varen die, denk ik. Ja, die varen op olie. Die hebben natuurlijk allemaal gewoon doodgewoon. Dat hoor je ook wel. Die hebben een doodgewoon dieselmotor aan boord. Ja, maar ik was door voor die kolen ben ik toch wel... Dat je denkt, zo, er worden wel op grote schaal kolen gebruikt in Nederland. Ja. We hadden het laatst over vliegtuigangst. Lex Muldijk die zegt, ik ben in 2009 per schip van Southampton naar New York teruggereisd. 6 nachten en de bijbehorende dagen op de Queen Mary 2. Zeer comfortabel, een ervaring om nooit te vergeten. In de tussentijd 1,5 jaar gereisd in Noord-Amerika. De reis van onze leven, zegt hij. Ja, ik heb dat ook altijd een aantrekkelijk idee gevonden om een keer per schip naar de Verenigde Staten te gaan. Al was het maar omdat je dan natuurlijk in de haven van New York aankomt met het vrijheidsbeeld. En nou ja, dat je eigenlijk de ervaring van al die miljoenen immigranten een beetje kunt navoelen. Maar goed, het komt er nooit van. En bovendien, hij schrijft het ook kostje een week. Hè? Dus ja, en kijk, ben je even op die oceaan, we hebben het al eens eerder over. Ja, dan zie je niks. Ja, je water. Ziet geen kloot. Ja, water. Ja. Renier, dat Maarten lijstduwer wil zijn na het eerdere landelijke debakel is verwerpelijk. Een lijstduwer zijn is als dat mooie meisje dat staat te liften en als je stopt komen er een paar ongewassen blagen uit de bosjes gestormd. Een lokgeit die voor de koeien het slachthuis inloopt. Maarten, je bent te goed om je op die manier te laten misbruiken, zegt Renier. Ik vind het wel fijn dat ik vergeleken word met een aantrekkelijke jonge vrouw. Die 3 boeven in staat stelt om iemand te beroven. Vooral het eerste gedeelte van de vergelijking bevalt me uitstekend. Ja, ik heb er namelijk heel weinig van een aantrekkelijke jonge vrouw. Maar hier zie je toch dat ik op een of andere manier, als ik langs de weg ga staan, zouden de mensen in paniek stoppen misschien. Dan hebben we iemand die zegt, beste Maarten, het gaat over strips. De strips van Prins Valiant. Ja, die heb ik ook wel gelezen. Maar daar was ik geen groot liefhebber van. Elke 14 dagen werd er een deel uitgegeven bij de Vivo. Het zou het waard zijn om ook verfilmd te worden. Bent u hiermee ook bekend en wat vond u ervan? Groeten Karel Elferink. Ik ken ze niet goed, dus ik zou er echt studie van moeten maken om te zeggen wat ik erover denk. Ah, kijk, en hier hebben we dan de Dirk Jan. Grappig. Dit is de voorkant van de Dirk Jan. Oké. Okay. Oh, is dat een striptijdschrift? Nou ja, hij zit ook. Ik weet dat hij altijd in het Veronica-blad stond hij ook. En ik heb niet gezien waar jij dan in zit, maar jij zit dus schijnbaar ergens hier in deze strip. Kijk, ze hebben hier zit een plaatje. Er zit iemand achter een balie en daar hebben ze jouw hoofd hebben ze daar opgeplakt. Ja, dat doet de slimste mens ook met enige regelmaat. Oké. Okay. Kijk, ik heb het truitje van Kuifje aan, dat is wel leuk. Ja, maar ik weet nou niet, ik zal je dit wel even doorsturen, hè, waar dit precies over gaat. Maar dit is dus Dirk Jan. En er was ook nog iemand anders die vroeg of je de Linda cover hebt gezien met Hugo de Jonge erop. Want ja, die heb ik gezien, ja.
ja. Die vond ik dolkomisch. Ik moet zeggen, het leek mij. Iemand schreef ook dat dat misschien de media-adviseur van de jongen, dat die niet helemaal oké is. Dat leek mij ook eigenlijk. Dat leek mij. Nou ja, goed. Ik vond het vrij lachwekkend. Heel veel dingen zijn eigenlijk. Ook dingen waar iedereen zich verschrikkelijk aan ergert, zijn eigenlijk meer lachwekkend dan dat ze verschrikkelijk zijn. Vond ik het. Het was een. Ik vond al die vrouwen in die malotige glitterjurken. Ollongren stond er ook op. Ja, Ollongren stond er ook in zo'n malotige glitterjurk. Maar Hugo is natuurlijk ijdel, hè? Nou, Hugo moet wel een beetje ijdel zijn. Wil die inderdaad dat je je zo laat uitdossen, dat is natuurlijk wel eigenaardig. Dus ik vond het lachwekkend, maar niet verstandig. Want waarom niet? Nou ja, omdat iedereen natuurlijk zegt van in deze moeilijke tijden en de minister van Volksgezondheid die erbij staat, niet waar. Alsof hij die eerste prijs in de obercompetitie heeft gewonnen, dat is natuurlijk een beetje lullig. Nou, hij heeft misschien deze foto's gemaakt toen hij dacht, het gaat wel goed met COVID, het gaat de goede kant op. Ja, ik weet niet hoe lang geleden ze gemaakt zijn, maar... Ja, overigens die woordvoerders van hem... Ik weet überhaupt niet of het verstandig is voor de minister van Volksgezondheid om ervoor op de Linda te gaan staan. Nee. Nou goed, hij wilde wel terugkomen weer, maar niet bij VWS, maar hij wil wel weer minister worden. Oh, ja, kennelijk is het natuurlijk wel fijn. Je hebt een auto, je hebt een chauffeur, je tas wordt gedragen, hè, enzovoort. Ja. En de vraag is ook... Ik denk wel dat hij het moeilijk heeft gehad in de afgelopen jaren. Ja, maar hij heeft ook al gezegd. Hij heeft ook niet getekend voor die coronacrisis. Nee. Nee. Kuipers wordt genoemd, hè, van Erasmus als minister. Oh, nou ja. Als hij het Erasmus kan runnen, zal hij dat ook wel kunnen, neem ik aan. Maar... Ja. Dan hebben we dit nog. Hallo Maarten, ik kan je uitleggen wat het hoge doel is van types als Baudet. Het gaat ze niet om macht, want met die krankzinnige ideeën en optredens weet je één ding zeker, namelijk dat je nooit aan de macht komt. En al die ellende die je over je heen krijgt als politicus is ook niet fijn. Een groot aantal politici hebben idealen en zitten daarom in de Tweede Kamer, ondanks de nadelen die daarbij horen. Maar ook daarvoor geldt dat een intelligente man als Baudet toch niet serieus kan geloven in de onzin die hij verkondigt. Maar wat is het dan wel? Zit er een verdienmodel achter? Ik ben erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Nou, hebben we het in principe in het begin over gehad. Pieter van Kasteren zegt dat. Nee, dat is natuurlijk... Baudet is en al die boel begonnen... Kennelijk heeft hij een enorme behoefte aan aandacht. Hij is iemand, denk ik, die eerst in kleine kring al indruk heeft gemaakt met allerlei wilde praatjes en schijnbaar interessante filosofische beschouwingen. Want dat hele forum was eerst een soort praatclub, als ik het allemaal goed begrepen heb. En hij had op allerlei punten had hij in de samenleving zijn hoofd gestoten natuurlijk. Leids Universiteit, waarom niet? En als columnist werd het ook niet zo verschrikkelijk veel. En ik denk dat hij zelf ook wel deels gestuurd wordt door ideeën dat de huidige samenleving, dat naar zijn ideeën niet klopt, dat het allemaal anders zou moeten. Dat zal wel een zekere rol spelen. En verder lijkt het mij een klassiek geval van een aandachtsjunk. En het gaat niet over het geld. Dat hij natuurlijk verrassenderwijs een hoop geld bleek te kunnen ophalen, omdat al die lui die lid werden van Forum, hè, want Forum heeft tienduizenden leden, niet waar, dus dat was een goudmijn. Je weet ook dat hij eerst zei dat hij er niks meer mee te maken wou hebben, en toen had hij natuurlijk een nachtje erover geslapen, toen dacht hij, ja wacht nou eens even, maar in feite staat daar een hele pot met goud, die staat er nog, die zou eventueel gebruikt kunnen worden. Maar heeft hij dat oorspronkelijk gedaan als verdienmodel? Nee, dat geloof ik helemaal niet. Nogmaals, hij is gek op aandacht. Hij is waarschijnlijk verwend. Veel mensen hebben hem naar de ogen gekeken vanwege zijn filosofische praatjes. En zo is hij de politiek ingerold. Okay. En daar blijkt hij eigenlijk te lijden aan een wonderlijke kwaal. Dat het is nooit genoeg. Hij genereert zijn eigen radicalisering kennelijk. Ja. Dit is Dirk. Hallo Maarten en Tom, hier Dirk van Gestel uit Helmond. Wat leuk dat jullie het nu hebben over kinderboeken en dergelijke. Ik hoop dat jullie ook eens stilstaan bij de boeken van Thea Beckman, die mijn interesse voor geschiedenis hebben aangewakkerd. En waar ik mijn kinderen ook nog steeds van probeer te overtuigen die boeken te gaan lezen, omdat ze zo mooi zijn. Ken je die? Thea Beckman. Maar nu ben ik even in dubio... Het brief aan de koning, dat is niet Thea Beckman, hè? Dat is, we zoeken dat even op.
Zoek het even op, ja. Heel fijn dat we het even op kunnen zoeken. Ik heb ook vaak in dat ik denk dat de mensen in de zaal kunnen ook meteen even iets opzoeken. Als ik het niet helemaal meer zeker weet. Hoe heette dat boek wat jij zei? Brief van aan de koning. Brief van de koning, geloof ik. Brief van de koning. Nee, dat is geloof ik niet Thea Beckman. Ik krijg geen hit als ik het intik. Oh. Brief van de koning. Zo. Nou, hoe dan ook. Tonke Dracht staat hierbij. Tonke Dracht, precies. Ja, dat is wat ik bedoelde. Dus dat is niet Thea Beckman. Ik heb Tonke Dracht aan mijn kinderen voorgelezen. Die waren daar goed over te spreken. Dat was wel een succes, die voorlezerij. Ik heb sowieso heel veel voorgelezen. Hier werden ze niet melig van? Nee, ze hadden niet wat je bij Niels Holgersson, dat je dacht van, nou, dit vinden ze echt niet opwindend, deze lectuur. Had je ook wel bij sommige passages van Lord of the Rings, dat wat ik overigens natuurlijk in het Nederlands voorlas. Nee, hun grote favoriet was onveranderlijk Roald Dahl. Maar oh ja. die Tonke Dracht, dat heb ik met vrucht voorgelezen. Oké. Dit is Johnny Boy. Hoi Maarten en Tom. Ik luister al een tijdje met genoegen naar jullie podcast. En het is geloof ik geen geheim dat Maarten en sport niet vaak in één zin genoemd worden. Maar ik ben benieuwd of Maarten iets kan vertellen over de geschiedenis van de Olympische Spelen. Groetjes van John uit Bergen op Zoom. De Olympische Spelen, ja. Laat ik erbij zeggen dat ik wel momenteel toch leef met het idee dat de Olympische Spelen verreweg het beste afgeschaft kunnen worden, gezien alle drama's die zich daarbij en daarvoor en daarmee voltrekken. Hoe bedoel je? Qua corona of qua prestaties? Nou, ook de voortdurende corruptie van die Olympische comité's. En dat natuurlijk in allerlei landen die verder niets te betekenen hebben, die hebben een vertegenwoordiger in dat Olympisch comité. En dan moet gekozen worden waar de volgende Olympische Spelen voor moeten worden gehouden over 10 jaar of weet ik wat het is. Nou ja, daar wordt op grote schaal worden die mensen omgekocht. Mm-hmm. En dan heb je nog bovendien nog de kwestie van de doping natuurlijk. Allerlei helden van het verleden bleken dan 20 jaar later zo gedoopt te zijn als de pest. Waar je ook denkt, ja, ik word gewoon belazerd waar ik bij zit. Ik kijk naar de tv, ik bewonder ze. Ik niet overigens. Ik heb dat altijd zonde van je tijd gevonden om te veel tijd in sport te steken. Het is ongetwijfeld gezond, maar je moet niks overdrijven. Nou, als je bij Studio Sport zit, dan worden het inderdaad helder. Ja, zou ik iets. Op zichzelf is die geschiedenis wel bekend natuurlijk. Het idee was natuurlijk, ik geloof dat het basisidee was dat de recruten, dus mensen die opkwamen voor hun dienstplicht in een zo abominabele conditie waren in Frankrijk, dat die, was het niet Baron de Coubertin die daarmee begonnen is en die dacht van ja, de kinderen, mensen moeten meer aan sport doen, zodat ze gezonder zijn als ze aan het front komen, zodat ze, laten we zeggen, zich langdurig dapper kunnen gedragen voordat ze doodgeschoten worden, zoiets in die geest. Maar ik weet niet of ik dat een belangrijke zaak vind. Oké, die strepen we af. We hebben andere onderwerpen die we naar mijn idee eerder moeten doen. Deze doen we niet. Die doen we strepen we weg. We kunnen ook niet alles doen. We hebben nog Jim. Dat gaat ook nog even over boeken. Hoi, beste Maarten. Ik ben Jim. En ik vond je verhaal over Niels Holgersson erg leuk. Ik ben erg geïnspireerd om het boek te gaan lezen. Alleen vraag ik me af wat nou de beste manier is om het boek te lezen in het Engels of in het Nederlands. Dus dat hoor ik graag. Dankjewel in ieder geval. Leuke podcast. Doei doei. Nou kijk, Niels Holgersson is geschreven door een Zweedse schrijfster, Selma Lagerlöf. Dus mijn advies is om het in de allereerste plaats in het Zweeds te lezen, als je dat kunt. Maar ongetwijfeld spreekt en leest hij geen Zweeds. Dus kun je het net zo goed het beste lezen in de Nederlandse vertaling. Want anders zit je met nog een tussenstuk, als het ware taalkundig gezien. Dan lees je het dus in een Engelse vertaling. Al moet ik zeggen dat ik meerdere malen de ervaring heb gehad. Dat dus een boek wat vertaald is uit een taal die je sowieso dus niet kunt lezen. Dat in het Engels wel een stuk beter en vlotter lopend vertaald was dan in het Nederlands. Dat komt ook door de taal, denk ik, hè? De Engelsen zijn toch daarin wat vindingrijker. Ja, en aan de vertaler natuurlijk. De vertaler gewoon lekker lopend proza. Maar de taal is rijker. Ja. Mooiere woorden. Maar er zijn natuurlijk vooral de laatste tijd allerlei prachtige nieuwe vertalingen
We hebben het ook wel eens over gehad, geloof ik, met name van Tolstoj verschenen, die zeer de moeite waard zijn. Dat kan ik warm aanbevelen. Okay. Anna Karenina, lees het. 1000 bladzijden, u bent even onder de padden. Het is een magistrale kunst. Er komt waarschijnlijk weer een lockdown aan, dus dan weet je wat je kunt doen. Ja, of natuurlijk oorlog en vrede. Maar jij zou dus zeggen, Nederlands, maar wat is eigenlijk het antwoord nu? Want dat weet ik nog niet, dus me niet helemaal. Hij moet gewoon de Nederlandse vertaling lezen. Niet het Behalve Engels. Als hij Zweeds leest. Als hij Zweeds leest, moet hij, daar ben ik jaloers op, want dan kan hij het in het Zweeds lezen. Oké, maar altijd de taal eigenlijk maar van de schrijver? De kans dat die jongen Zweeds leest is niet groot. Natuurlijk, want als hij Zweeds zou kunnen lezen, dat betekent dat hij in Zweden is geweest. En dat betekent ook dat je al lang weet dat Niels Holgersson een Zweeds kaboutertje is. Ja, nou dit is hem, die vragensteller. Ah, oké. Okay. Ziet hij er Zweeds uit? Nee, ziet er niet. Nou ja, je weet. Hij heeft rood haar, als ik het wel heb. Ja, kastanjebruin denk ik dat het is. Oh, denk je dat? Ja, dat zeggen ze altijd als ze rood zijn. Nee, het is kastanjebruin. Oh, is dat zo? Ja, dan omdat ze niet... Ik vind rood haar prachtig. Ja, dat is ik, ook zo. Ik kwam laatst een jonge vrouw tegen in het park met werk zulk subliem rood haar, dat ik dacht, zal ik haar aanspreken en zeggen, mevrouw, het is ongelooflijk. Ik ben diep onder de indruk. Maar ja, tegenwoordig ben je dan meteen een verdachte figuur. Ja, dus ik heb het niet gedaan. Eigenlijk heel lullig dat je vrouwen, met name jonge vrouwen, niet meer kunt complimenteren. Omdat iedereen dan meteen denkt van, oeh jeetje, daar zit meer achter. Hè? Maar vrouwen vinden het ook niet meer fijn als de deur wordt opengehouden voor ze. Nee, dat kan ik me voorstellen. Het is een beetje alsof je niet goed snikt bent en zelf het ding niet open kunt krijgen. Nee, dat is net als dat vroeger in de jas helpen, dat is ook zo wat. Hè? Of wachten op een vuurtje. Staak kon vrouw, een jonge vrouw een sigaret op, bleef ze net zo lang zitten tot jij met je eerste gas aansteken er ook iets van maakte. Beste Maarten en Tom, Rick van Egmond hier, geboren na de val van de muur, maar wel opgevoed met Bob Evers. De kameraden van Bob waren Jan Prins en Arie Roos. Maarten was in de juiste richting met Arie Prins. Ja, precies. Ja. Je ziet dat het wel heel lang geleden is dat ik die dingen gelezen heb. Ja. Wat hebben we dan hier het nog? Het staat je bij, maar niet meer in de kleinste details. Nee. Nou, eens even kijken wat we dan... Dit zijn allemaal vrij lange berichten. Dat kunnen we niet allemaal gaan voorzitten lezen. Wat hebben we? Nee, ze beginnen een beetje op Lieve Lita te lijken. Hè? Hoe bedoel je? Nou ja, beste Maarten. Ik had laatst ruzie met mijn partner over de vraag of we niet meer kapucijners moeten eten. Wat vindt u daarvan? Nou, ik zou absoluut meer kapucijners eten, want ze zijn hartstikke lekker en gezond. Dus nou, zo kunnen we nog even door. Pas op, voor je het weet bellen ze je met een nieuw format. Met een nieuw format. Ja, daar heb je groot gelijk in. Ja, zeker. Zijn ze bij de NPO nog met nieuwe formats met jou bezig? Dat ze zeggen, Maarten... Ja, zeker. Ja, je mag er niks over zeggen. Nee, dat twee stuks zelfs. Maar zijn ze kansrijk? Of denk je nou, dat zijn wat proefballonnetjes en dat wordt door de omroeppolitiek wel weer afge... Volgens mij heb ik alles verteld. Dat van de 1000 plannen in Hilversum mislukken er 999. Je gaat niet bij die nieuwe omroep wat doen? Van Karskes. Nee, ongehoord Nederland. Nee, ik kan moeilijk klagen dat ik ongehoord ben. Of dat de mensen niet... Ik heb al veel te veel geluld in allerlei opzichten. Nee, daar ga je niks voor doen. Daar ga ik zeker niks voor doen. Je blijft bij de KRO. Ik vermoed dat Karskens ook niet enthousiast zijn door mijn participatie, eerlijk gezegd. Nou ja. Ik ben het tegen enkel opzicht met die man eens. Nou, een soort van contrageluid. Sterker nog, ik vind het hele idee dat er een nieuw radio, een nieuw zendertje komt, belachelijk. Oké. Okay. Ben je trouwens verbonden aan KRO en NCRV of mag je ook voor BNN varen? Ik ben met niemand verbonden. Oké. Okay. Ik ben alleen met mezelf verbonden. Dit is nog iemand die ook wat stuurt. Hallo, Tom en Maarten. Naar aanleiding van de podcast over auto's heb ik een vraag. De auto in combinatie met de stijgende bevolkingsgroei in Nederland in de tweede helft van de 20e eeuw zorgt ervoor dat steden en voorsteden met de nieuw aangelegde snelwegen enorm in omvang toenamen, waardoor de grondprijs, met name in de Randstad, toenam. Volgens de prognoses in de jaren 60 zou de bevolkingsgroei tot meer dan 20 miljoen zielen bedragen in het jaar 2000. Waarom hebben ze desondanks deze redenen besloten om de Markerwaard toch niet droog te leggen? Met vriendelijke groet, Teun Verbrugge. Ja, dat is een heel ingewikkelde vraag. Want het gaat eigenlijk over de Markerwaard. Waarom ze die niet droog hebben gelegd? Ik denk eigenlijk omdat wat we hadden aan polders, dat ze dat wel voldoende vonden. Maar dat zou ik eens even na moeten kijken op wat het...
hoe het daadwerkelijke besluit beargumenteerd is. Dat moet ik even bekijken. Ja, met die auto's heeft hij natuurlijk gelijk. En de auto is natuurlijk voor de klassieke stad de dood in de pot. Ja. Misschien kan ik de luisteraars aanbevelen dat ik heb in hele laatst een korte lezing gehouden over de kwestie van... De dag van de stad was het? Ja, de dag van de stad. Dat staat op het internet, dus daar kunnen ze naar kijken. En er vragen over stellen. Aan jou en de podcast bedoel je? Eventueel ja, want je ziet ook waar je kunt niks aanzetten. Of dan zie je mij weer een heel lang betoog afsteken. In podcast 88 hadden jullie het over cruises. Ik ben al 10 jaar op cruise geweest. En ik weet uit ervaring dat je je aan boord geen moment verveelt. Ja. Mits je buiten de vier muren van je hut komt. Op dagen dat je aangelegd bent, kun je bijna altijd wel excursies boeken. Die duren van 9 tot 6, dus je verveelt je geen moment. Ik ben nogal gepikeerd over de uitspraak van Van Rossum. Dat het een drijvend centrum voor verveling is. En hoop dat hij iets zegt over wat ik zeg. Zegt Jan. Nou ja, je weet, smaken verschillen. Wat mijn ervaring aan boord van schepen in een periode langer dan 15 minuten, die zijn niet gunstig. Ik begon me altijd enorm te vervelen, maar ja, je hebt natuurlijk shuffleboard en je kunt geloof ik van alles doen. En er is een bingo, het is, je kunt aan land, dat is allemaal waar. Ik zie er niks in, laat ik het zo zeggen. Nee. Nou, ik zie het toch, ja, sorry dat ik het zeggen moet, als een veroorzaakt door dat immense probleem van de westerse mens, de welvarende westerse mens, hoe kom ik mijn tijd door? Ja, hè? Verveling. Ja, ja naar podcast luisteren. Ja. Maar dat kun je combineren met iets anders, hè? En je weet dat iedereen... Ja, hier... ja, ze kunnen allemaal hardlopen, ja. Ik word aan een lopende band door hardlopers aangesproken. Die dan zeggen van, goh, wat leuk meneer Van Rossum dat ik u hier zie lopen. Maar ik luisterde net naar uw podcast in het park. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, en je weet, mensen vallen ermee in slaap. Hè? Dat is de andere helft. Ja, dat precies. Dus of kennelijk, of je loopt hard met mijn podcast of je valt in slaap. Dat zit schijnbaar in de stem. De meest interessante constructie is dat je al hardlopend in slaap valt met mijn podcast. Dat kan tot de meest gruwelijke ongelukken aanleiding geven. Ja, dat Gerry Eikhoff daar dan verslag moet van doen in het NOS-journaal. Even kijken, dit is ook nog iemand. Dit is Bram Poven, de laatste hoor. De laatste gesproken berichtje. Maarten en Tom, ik heb een vraag voor de heer Van Rossum. Mijn naam is Bram Poven uit Meppel. Ik heb gehoord dat Maarten de nodige aandacht heeft besteed aan de plaats Meppel in Drenthe. Hij heeft gewezen op... de ondoorgrondelijkheid van de parkeerautomaten ter plaatse. Ja, en hij heeft bovendien gewezen op het feit dat Meppel maar liefst 3 afslagen heeft. Meppel Noord, Meppel Centrum en Meppel Zuid. Maar Maarten, mijn vraag aan jou is of je niet het allerbelangrijkste bent vergeten. Namelijk dat Meppel wildplas hoofdstad is van Nederland. In Meppel kun je wildplassen. En je kunt ook door het wildplassen zelfs een certificaat halen als je in deze plaats in Nederland wildplast. Graag, Maarten, zou ik je willen vragen om daar nog de nodige aandacht aan te besteden. In ieder geval te wijzen op het feit dat Meppel deze statuur als stad heeft. En we doen Meppel tekort op het moment dat we daar onvoldoende aandacht aan besteden. Bij voorbaat, dank en succes met de show. Hij stuurt ook een link bij wildplashoofdstad.no. Dat is dus een linkje naar wildplashoofdstad.nl. Ik wist het niet. Nee. Ja, het is misschien voor sommige mensen is het misschien een extra punt van attractie. Dat ze nou zeggen, nou, laten we nou eens een weekend in Meppel gaan doorbrengen. Zodat we daar op allerlei manieren en bovendien met diverse certificaten kunnen gaan wildplassen. Dat staat hier nou. Meppel mag zich trots van het noorden ook de wildplashoofdstad van Nederland noemen. Of het nou betekent waarom dat... Waarom dat nou speciaal? Waar zou er nou in Meppel meer wild geplast worden dan elders? Er staat, de Stentor wordt aangehaald dat Meppel zo hoog staat in de wildplasranglijst. Is opvallend te noemen. In de ranglijst van onze beste 12 provincies staat Drenthe met 2,6 boetes per 10.000 inwoners. Namelijk juist dat onderaan. Is het. Dat kijk. Op zichzelf had ik dat natuurlijk van tevoren ook kunnen bedenken. Het ligt aan het bekeurbeleid. Ja. Want omdat die mensen daar iets kennelijk zijn die agenten daar keen op wildplassers. Hè? En heb je ook bovendien altijd een lekker bekeuringtje zonder dat er eigenlijk iets van betekenis gebeurd is.
kun die mensen altijd verrassen met de broek nog open. Dus nou ja. Nee, nu begrijp ik het. Het lijkt alsof er in Meppel veel meer wild wordt geplast. Maar dat komt alleen maar omdat de Meppelse politie keen is op wildplassers. Interessant. Daar zie je natuurlijk aan dat vaak de verslaglegging, of dat er überhaupt verslaglegging is, ook al schijnbaar een mededeling of een feit genereert, wat alleen maar gegenereerd wordt door de wijze waarop de verslaglegging heeft plaatsgevonden. Ja, ja, dat heb ik nou wel een beetje heel ingewikkeld geformuleerd, maar ik hoop dat de luisteraars begrijpen wat het is. Okay, ja. Zee, ik moet nog even mijn eigen huis gaan bezoeken. Ja, nee, we gaan ermee stoppen. De volgende keer gaan we door met... oh, daar stort dat ding op. We gaan door met... wat gaan we doen eigenlijk de volgende keer? Jij mag het zeggen. Oeh, ik weet het niet. Stalin, of moet je dat voorbereiden? Je moet iets doen wat je niet te veel moet voorbereiden, hè? Nou, we kunnen Vietnam doen, we kunnen Stalin en Lenin doen. Het is allemaal in principe, hoort het tot de mogelijkheden. Ik hoop eindelijk weer thuis te wonen. TZT. We gaan er nog even over nadenken. We houden de luisteraars even in ondraaglijke spanning. Waar zal het over gaan? Oké, dan is nog één vraag. Zal ik het hebben over de geraniums van mijn oma? Of zal ik toch een wereldhistorisch onderwerp aansnijden? Ik ben benieuwd. En de vraag is of als de live podcast is, of mensen dan ook met je op de foto mogen. Dat stelde nog iemand de vraag. Ja, dat mag bij mij altijd. Als ik daar toch sta, dan heb ik geen bezwaar. Dan blijf ik staan en dan gaan zij naast me staan, maken ze een foto. Het zijn 500 man, als die dat allemaal willen. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze alle 500 willen. Oh. Je hebt er ook mensen bij die zeggen van, nee, voor mij hoeft dat niet zo. Die moeten mee van de partner? Vaak wel. Die vinden jou dan helemaal niet leuk, maar die moeten dan... Dat zou kunnen. Ja, daar ben je natuurlijk ook wel... Als je daar eigenlijk helemaal geen zin in hebt, je bent een fervent voorstander van Forum voor Democratie, om dan een hele avond op je ziel getrapt te worden, dan moet je wel tegen je partner kunnen zeggen van zeg ik ga niet mee. Nee, precies. Oké. Ga jij nou maar alleen en dan hoor ik het wel hoe het was. Oké, goed. We zetten er een punt achter. Ik hoop dat ik thuis kom met het autootje. Ja, ik maak me er wel zorgen over met die accu van jou. Hè? Hij loopt wel nog. Ja, je ziet dat het wel een leuk idee was. Maar en dat ik helemaal geen goede kijk bleek te hebben op de accucapaciteit van een Audi 3. Want we hadden nog in 3 kwartier gepraat of dat ding was leeg. Klopt. We hebben een hele accu leeg gepraat. Ik ben blij dat dat op het scherm kwam. Ja, als het niet gebeurd was dan... Ik durf hem nu ook niet uit te zetten, want... ik zou hem laten lopen. Ja, hij loopt nog steeds. Maar dat is ook niet goed voor de overheid. Jan er ook weer. Hoe weer.